Hallo mijn lieve kreeften. Welkom allemaal. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met jullie. Ik ga een reading voor jullie doen, een tarot reading op het gebied van liefde. Voor de eerste 2 weken van juli 2021. Voor iedereen met kreeft in zijn teken, dus zon, maan, ascendant en Venus. Het is een algemene reading. Het hoeft dus niet voor iedereen te resoneren. Neem gewoon mee wat voor jou past op dit moment en laat de rest achterwege. Ik was zojuist al begonnen en toen viel de camera uit. Ik heb al 3 Romans Angels orakelkaarten voor jullie zijn er al naar voren gekomen. De eerste kaart die voor jullie eruit kwam is Finances and Career. Financiën en carrière. Financial issues are a factor in your love life right now. Dus financiële issues zijn een factor in je liefdesleven op dit moment. Tweede kaart die eruit sprong voor jullie is stay optimistic about your love life. Blijf optimistisch over je liefdesleven. Positief denken en hoop en geloof zal jou romantiek brengen. De derde kaart die eruit sprong is give your relationship a chance. Work on your partnership. Dus geef je relatie een kans. En werk aan je partnerrelatie. De algemene energie die hieruit naar voren komt. Ja, inderdaad, dus financiële issues kunnen een factor zijn op dit moment in je liefdesleven. Waardoor het misschien niet allemaal loopt zoals jij dat op dit moment zou willen. Blijf daarbij gewoon positief denken en geloof. Het geloof en positief denken zal jou jouw liefdesleven positief beïnvloeden. Werk er ook aan. Dus ja, stop er energie in je partnerrelatie. En geef deze relatie een kans. Geloof erin. Ik ga de tarot kaarten leggen. Ik zal een aantal kaarten trekken voor de algemene energie voor de kreeft. Op het gebied van de liefde. Dat zijn er te veel. Universum. Welke kaart kunt u mij laten zien voor de kreeft in de liefde? Voor de eerste 2 weken van juli 2021. Kreeft in de liefde. Algemene energie van de kreeft in de liefde. 2021. 3 kaarten had ik graag gezien. Voor de kreeft in de liefde. Ik pak de springers. Ik ben ervan overtuigd dat de kaarten zijn die het universum aan jullie wil laten zien. Daar sprong er al 1 uit. De ster. Ster sluit aan bij de tweede kaart die net eruit kwam bij de Romans Angels. Hoop. Geloof. Dat is ook wat waar de ster voor staat. Nog 2 kaarten alstublieft. Universum voor de kreeft. Algemene energie van de kreeft. Liefde en relatie. Eerste 2 weken van juli 2021. Ja, nummer 1. Gerechtigheid valt eruit. 2 grote arcana's al. Het geeft aan dat er veranderingen zullen komen in je situatie. En de 5 of Wands. Staven 5. De eerste kaart die eruit kwam is de ster. En de ster is inderdaad een kaart van hoop, geloof, verbondenheid met het hogere, je intuïtie. Kan ook een kaart zijn van healen, jezelf healen. Als tweede kaart hebben wij gerechtigheid.
gerechtigheid in een situatie, evenwicht, balans, grote arcana kaart. Je kunt te maken hebben met een weegschaal. De ster is de kaart van de waterman. Dus het kan zijn dat jij zelf een van deze twee tekens in jouw sterrenbeeld hebt. De derde kaart, staven 5. Staven 5 is een kaart van conflict. Dus zoals ik hier deze drie kaarten bij elkaar zie liggen voor de algemene energie, tezamen met de kaarten die daar zojuist bij de Romans Angels uit zijn gekomen, is het inderdaad, wellicht zit je op dit moment in een relatie waarin je een conflict hebt. Kan een relatie zijn ja, waar je inderdaad een conflict hebt die op dit moment wellicht ja, niet zo loopt als je gehoopt had. Met de ster heb je wel hoop dat er inderdaad gerechtigheid komt in deze situatie. Het kan hier ook gaan om daadwerkelijk zaken die bij het gerecht liggen natuurlijk. Met de kaart gerechtigheid, hoop en conflict. Dus ik ga deze kaarten verklaren. Universum, mag ik drie kaarten ter verklaring van de ster? Waarom ligt hier de ster voor de kreeft? Waarom ligt hier de ster? Nog één kaart alsjeblieft, ter verduidelijking van de ster. Waarom ligt hier de ster voor de kreeft? Waarom ligt hier de ster voor de kreeft? Liefde en relatie. Waarom ligt hier de ster? Liefde en relatie. Waarom ligt hier de ster? Oké, we hebben drie kaarten. Dan wil ik ook graag drie kaarten voor de kaart gerechtigheid. Gerechtigheid. Drie kaarten voor gerechtigheid. Voor de kreeft. Eerste twee weken van juli 2021. Drie kaarten alsjeblieft. Ter verduidelijking op de grote arcana gerechtigheid. Nog één kaart alsjeblieft, universum, voor de kreeft. Liefde en relatie. Ter verduidelijking van de kaart gerechtigheid. Waarom ligt hier gerechtigheid? Waarom ligt hier gerechtigheid? Dan wil ik drie kaarten ter verduidelijking op de kaart 5 of Wands. Nog één kaart alsjeblieft voor de staven 5. Waarom ligt hier de staven 5? Voor de kreeft. Voor de eerste twee weken van juli. In liefde en relatie. Waarom ligt hier de staven 5? Waarom ligt hier de staven 5? Voor de kreeft. In liefde en relatie. Nog één kaart alsjeblieft voor de staven 5. Voor de ster hebben we als eerste kaart ter verduidelijking de drie van pentakels. Aarde energie. De ridder van kelken. En de negen van kelken. Het zijn twee waterkaarten. Die kunnen staan voor jouw energie. Aangezien kreeft natuurlijk een waterteken is. En één kaart, drie van pentakels, aarde energie. Dat is dus stier, maagd, steenbok. Het kan zijn dat je hiermee te maken hebt. Het kan ook zijn dat je dit zelf in je teken hebt. Met deze kaarten zie ik dat of jij of jouw persoon graag in deze relatie, in dit contact, een samenwerking wil. Ja, een samenwerking zou willen. Zeker met deze
Redder van Kelken. Redder van Kelken kan ook staan voor emoties. Een liefdevol aanbod doen. Met het conflict en de gerechtigheid, nou ja, zit je misschien in een bepaalde situatie verwikkeld. Met de persoon waar je op dit moment aan denkt. Jij of jouw persoon wil graag samenwerken hierin. Dat is eigenlijk de uiteindelijke wens met de ster. Dat het komt tot een vredige samenwerking. Ook met deze 9 van Kelken. Je zou graag gewoon een bevredigende uitkomst willen van hetgeen wat er op dit moment speelt tussen jullie beiden. Je hoopt dat dit tot een goed einde komt. Voor de gerechtigheid hebben wij, ter verduidelijking, de zon. Een heel positieve kaart. Dan de 7 van Kelken. En het oordeel. Met de zon zie ik sowieso dat jouw wens in vervulling zal gaan. Wat hier ook uitkomt uit deze situatie, ik weet natuurlijk niet wat jouw situatie is. Dat verschilt ook voor iedereen. Maar je krijgt een. Het kan te maken hebben ook met kinderen. De zon is ook een kaart wat met kinderen te maken kan hebben. De 7 van Kelken is een kaart van opties, onduidelijkheid, verwarring, niet weten welke kant op te gaan, welke optie te kiezen. En dan hebben we het oordeel. Het oordeel is ook een hele spirituele kaart. Het kan ook een kaart zijn waarbij je in de belangstelling komt te staan. Het geeft ook aan dat je op dit moment verbonden bent met het hogere. Je intuïtie. Luister vooral ook naar je intuïtie. Maar met deze zon zie ik inderdaad dat het voor jou een positieve, dat er voor jou een positieve uitkomst zal volgen. En omdat het oordeel hier ligt als verklaring op de kaart gerechtigheid, kan het inderdaad echt zijn dat dit te maken heeft met bijvoorbeeld een rechtszaak. Alimentatie zou kunnen. Vooral ook omdat hier bovenin deze kaart van de Romans Angels eruit kwam. Financiële issues zijn een factor in je liefdesleven op dit moment. Zou kunnen. Hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Pas het toe op jouw situatie zoals het toepasbaar is. Rollen kunnen ook omgedraaid zijn. Dus energie kunnen omgedraaid zijn. Dit kan ook gelden voor de persoon waar jij op dit moment aan denkt. Ik ga de 5 van staven verklaren. 5 van staven wordt verklaard door de hoge priesteres. Dat is ook weer een waterteken. Dit kan staan voor jou, jouw persoon. Maar in dit geval ja, krijg ik het gevoel dat het inderdaad deze kaart staat voor jouzelf. Dan hebben we hier de 5 van zwaarden. Een 5 van zwaarden, dat is een kaart van willen winnen. Ongeacht wat het kost. Dus het kan zijn dat jij wil winnen. Ongeacht wat het kost. Dat het, en op het moment dat je inderdaad gewonnen hebt. Kijk, de persoon op deze kaart heeft een overwinning behaald, maar kijkt daar niet heel erg blij, wordt er niet heel erg blij van. De laatste kaart is de kracht. Dat is een leeuwkaart. Het kan dus ook zijn dat je te maken hebt met een leeuw. Je hebt hier 2 leeuwkaarten, de zon en de kracht. Zoals ik hier zie, inderdaad, dus
een situatie waarbij je in conflict zit met een bepaalde persoon. Het kan een aderteken zijn, het kan een leeuw. Leeuw-energie komt heel sterk naar voren. Jouw hoop daarbij is om het gewoon op een goede manier tot een samenwerking te komen, tot een overeenkomst te komen. Met de zon hier zie ik dat er ook gerechtigheid zal komen. Gerechtigheid voor jou. Dus hetgeen wat nu speelt, zal tot een goed einde gebracht worden en voor jou positief uitwerken. De verwarring, onduidelijkheid met deze zeven van kelken, daar zul jij een oordeel over geven. Het oordeel wordt ook min of meer door het universum gegeven met de kaart gerechtigheid. Het universum ziet jouw intentie en zal dit belonen door de uitkomst positief voor jou te manifesteren. De hoge priesteres, ja, ik heb het gevoel dat jij dit bent inderdaad. Kan het zijn dat er in dit conflict geheimen zijn, dingen onduidelijk zijn, dat jij wellicht nog zaken voor je houdt en niet deelt met de andere partij. En de reden daarvan kan zijn inderdaad dat jij een positief einde wilt. Je wilt koste wat het kost inderdaad als winnaar uit de bus komen. En je wil gewoon een emotionele stabiliteit. Een stabiele samenwerking. En dit kan wellicht conflicten opleveren. Dat kan voor jou kracht vergen. Het kan zijn dat je te maken hebt met meerdere partijen. Als het hier inderdaad echt gaat om een rechtszaak tussen een partner en jijzelf, dan zijn er meerdere partijen bij betrokken. Zoals je ook ziet op de Vijf van Staven. Vijf van Staven is een kaart van conflict waarbij meerdere mensen betrokken zijn. Dat zou dan inderdaad kloppen in dit geval. Maar met deze zon kun je ervan uitgaan, de uitkomst zal voor jou naar tevredenheid zijn. En je komt tot een overeenkomst of tot een samenwerking met de persoon waar je op dit moment aan denkt. En jouw wensen en dromen zullen in vervulling gaan. Met de ster kan het inderdaad ook zijn dat je deze situatie probeert te healen. Maar er komt gerechtigheid. Ik wil graag nog drie kaarten. Voor de uitkomst. Drie kaarten universum voor de uitkomst van de kreeft. Het is eigenlijk wel duidelijk met deze kaarten, met de zon, dat het een positieve uitkomst zal zijn, maar dat het nog de nodige kracht kost om inderdaad het tot een vervullend einde te brengen. Voor de uitkomst heb ik hier de Ridder van Zwaarden. Zwaarden 3. En de Stavenridder. Twee ridders in de uitkomst. En de Drie van Zwaarden. Het zijn dus twee kaarten die betrekking hebben op luchttekens. Dat kan zijn tweeling, weegschaal of waterman. En de Ridder van Staven is wederom een vuurteken. Kan een boogschutter zijn waar je mee te maken hebt. De Ridder van Zwaarden, dat is een hele
Dat is een ridder die op zijn doel afgaat. Kan ook staan voor iemand, voor een advocaat bijvoorbeeld. Dus dat komt wel erg vaak in deze reading terug. Dus het zal vast voor iemand resoneren. De ridder van zwaarden komt met feiten, weet wat zijn doel is en gaat daar ook op af. Kan daarbij ook wel eens het gevoel van de andere partijen deze uit het oog verliezen en echt gaan voor zijn eigen gewin. Het kan ook zijn dat er een waarheid aan het licht komt voor jou. Een waarheid die pijn doet, die jou verdriet brengt. Deze ridder van staven, dat is een ridder die heel snel in en uit gaat. Een passioneel nieuw begin wil. Daar ga ik wel even een verklaring op trekken. Waarom ligt hier de ridder van staven voor de kreeft in liefde en relatie? De ridder van staven en de uitkomst voor de kreeft. Dus tijdens dit hele proces zal er waarschijnlijk nog een communicatie komen. Iets aan het licht komen, een boodschap komen. Een botte boodschap. Dat voel ik hierbij. Die jou wel nog pijn zal doen. En die jouw kracht zal vergen van jou. Waarom ligt hier de ridder van staven? Voor de kreeft. Waarom ligt hier de ridder van staven voor de kreeft? De ridder van staven voor de kreeft. En alweer het oordeel. De ridder van staven wordt verklaard. Door de 9 van zwaarden. 9 van zwaarden is piekeren, in je hoofd zitten, slapeloze nachten. Het kan te maken hebben met deze boodschap. Deze boodschap van de waarheid die pijn zal doen. Daarover kun je in je hoofd zitten, slapeloze nachten hebben. Maar er wordt je een nieuw, passioneel, emotioneel begin aangeboden. Door deze ridder van staven. Een boogschutter. Kan, hoeft niet. Kan ook een ander sterrenbeeld zijn natuurlijk. En wederom het oordeel. Dus het is aan jou... En het hoeft niet een nieuw begin te zijn, maar het is een emotionele boodschap die jij gaat ontvangen. En die kan leiden tot een nieuw begin. En de uitkomst daarvan is inderdaad dat jij hierover voor jezelf een oordeel zal vellen. En hierover in jouw hoofd zal zitten. Ik ben toch heel nieuwsgierig, dus ik ga nog 3 kaarten trekken voor de aas van kelken. Waarom ligt hier de aas van kelken? Voor de kreeft in liefde en relatie. De aas, kelken aas voor de kreeft. Waarom ligt hier de kelken aas voor de kreeft? En dan hou ik op. Want ik ben al bijna 30 minuten aan het kletsen. Kelken aas voor de kreeft in liefde en relatie. De eerste 2 weken van juli. Waarom ligt hier de aas van kelken? Aas van kelken wordt verklaard. Door de 10 van zwaarden. Luchtenergie.
pijn, maar ook een nieuw begin. Inderdaad, ja, de aas van kelken is inderdaad, staat voor een nieuw begin. Wow. Een nieuw begin op het gebied van huwelijk, basis, roots, gezinsleven. Nieuwe start. En de keizerin. Prachtig. Aarde-energie. Vruchtbaarheid. De keizerin vertegenwoordigt eigenlijk alle vier de koninginnen in het dek. Dit is waar jij over in je hoofd zet. Dus overvloed in liefde, relatie, stabiliteit, financieel. Eigenlijk omvatten deze twee kaarten. Eigenlijk alles wat een gelukkig leven inhoudt. Dus dit is wat ik voor jullie heb. Dit is aan jou, kreeft. Wat zal jouw oordeel zijn in deze situatie? In ieder geval, de uitkomst is positief. Mocht het inderdaad om een rechtszaak gaan, dan ga ervan uit dat ja, er een positieve uitkomst zal zijn. En dat het wel nog enig conflict met zich mee zal brengen. En je nog de kracht zal nodig hebben inderdaad om als winnaar uit de bus te komen. Of om tot een samenwerking te komen met de persoon waar jij op dit moment aan denkt. Nou, ik wens jullie heel veel succes in deze situatie. Laat me alsjeblieft weten of het resoneert en hoe. Wat eruit is gekomen. Vond je het leuk om naar mijn reading te kijken? Dan geef alsjeblieft een thumbs up. Ik ben net begonnen op YouTube, dus ik zou het echt heel erg waarderen als jullie op die knop abonneren drukken. En dan wens ik jullie nog een fijne dag verder. Tot de volgende keer. Dag!